Rotterdam geopend. De eer van de opening viel te beurt aan de Indonesische film Leave on a Pillow over het harde bestaan van straatkinderen in Yogyakarta. De hoofdrolspeelster van de film, Christine Hakim, was er speciaal voor naar Rotterdam gekomen. Samen met 1000 genodigden keek ze naar de film over misstanden in het moderne Indonesië. Your confidence by giving attention to that problem, to that the street children that we wish that they have opportunity to create a better life in the future by our attention and our love. Onder de vaste bezoekers ook dit jaar actrice Monique van der Ven. Dit is natuurlijk heel uniek omdat er heel veel films zijn die niet in de reguliere bioscopen komen. En ja, je praat met heel veel mensen. Het is altijd weer een hele goede reunie en internationale gasten. Het is heel leuk om allemaal hier te zijn. En staatssecretaris van de Ploeg van Cultuur is zelfs trots op het festival. Ik vind het voor Nederland echt een parel in het Nederlandse cultuurlandschap. Het is ook, zet Rotterdam echt op de kaart, ook in Europa en de rest van de wereld. Veel filmbuffs, als ik het zo mag zeggen. We komen naar Rotterdam toe om naar films te zien. Belangrijk. Tot en met 7 februari worden tijdens het festival honderden films getoond. Met opvallend veel aandacht voor digitale technieken. Op de Amsterdamse... ...voor kinderen op straat leven als een jaar geleden. De Indonesische actrice Christine Hakim maakte een film over de straatkinderen. Het is een indrukwekkende film over het harde leven in de straten van Yogyakarta. Ik heb er zijn. I thought this is the story I want to make it. I want to take it and to show to people, yeah, by wishing that people get more information about the street children and they will more pay attention to that case. Christine Hakim is in Azië een superster. Ze is daar misschien wel populairder dan Leonardo DiCaprio. Maar ze zet zich liever in voor arme mensen dan dat ze de ster uithangt. Ze nam zelfs een paar van de kinderen die in haar film speelden mee naar huis. They live with me for 6 months. It's not that easy. Because, you know, they live really on the freedom in the years. They decide by themselves what they want. Indonesië is nooit een echt rijk land geweest, maar sinds een paar jaar gaat het er slechter dan ooit. Er zijn steeds meer arme mensen in het land. Dat komt omdat er bijna geen werk meer is. Als je in Indonesië niet werkt, dan heb je ook geen geld. En dus kunnen die mensen geen eten meer kopen. Hun kinderen besluiten dan vaak om maar voor zichzelf te gaan zorgen. Op straat roven ze hun kostje bij elkaar. The problem of the street children is not that simple like, okay, poor people need a food and then we just give them a food and because they are hungry and then after they're full and that's the problem is solved. It's not just as simple like that. They need more attention and love and okay, as parents that they need also a direction. Every single step of their life is deal with the death. Leave on the children is something can be happen on the street. In Indonesië draait de film al een tijdje in de bioscopen. Tot grote verbazing van Christine Hakim zijn heel veel mensen de film gaan bekijken. I wish that they can open their ear and open their heart. To share with them. De film van Christine Hakim heet Leave on a Pillow. Dat betekent blad op een kussen. En hij is nu te zien op het filmfestival in Rotterdam. Maar vanaf 11 februari draait hij ook in de Nederlandse bioscopen.